Hoi allemaal en super leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Sophie en laten we snel beginnen. Zoals jullie misschien wel aan de kwaliteit kunnen zien, heb ik een nieuwe camera gekocht. Het is de Canon EOS 1300D en het is een spiegelreflexcamera en ik hoop dus dat de kwaliteit hierin te zien is en misschien ook wel te horen is. Dus ja, laten we snel beginnen met de video. Een tijdje terug heb ik op Insta laten weten of jullie misschien YouTubers hadden waar ik over kon vertellen wat ik van ze vond. En jullie hebben heel veel reacties achtergelaten. En ik had met jullie afgesproken als ik ze niet kende ging ik een stukje kijken van een video. Ik kan niet het geluid laten horen want dan kan ik een strike krijgen. Dus ja, ik kijk ze wel natuurlijk, maar ja, dan weten jullie dat. Oké, de eerste is Enzo Knol. Nou, als goed is kent iedereen Enzo Knol wel, want hij is echt de bekendste YouTuber van Nederland. Wat ik van hem vind, ik keek heel lang zijn gamevideo's. Vond ik ook best wel leuk om te kijken. Maar zijn vlogs keek ik niet, omdat ik dat... Ja, ik vind vlogs in het algemeen niet zo leuk. Dus dat is niet per se om en zo. Maar dat is gewoon puur omdat ik vlogs niet leuk vind. Maar ik vind het echt super leuk dat hij altijd super enthousiast is. En heel vrolijk. En hij is gewoon oprecht en eerlijk tegen zijn kijkers. En daar hou ik echt heel erg van. De volgende is StukTV en ik denk ook wel dat iedereen hun kent. Ik vind hun video's... Ik kan wel zeggen dat zij een van mijn favoriete YouTubers zijn, want zij zijn echt... I like them! En nou is het jachtseizoen dus weer begonnen en dat volg ik echt helemaal en ik vind het echt super leuk. Dus duimpje omhoog voor StukTV. De volgende is Jessie Maya. En Jessie Maya ken ik nu al heel lang, maar toen ze net een beetje bekend begon te worden, kende ik haar helemaal nog niet. En als je niet weet wie Jessie Maya is, dat is een transgender. En zij filmt zeg maar hele traject, maar ook gewoon make-up video's, beauty video's. Nou, dat vind ik echt super leuk en ik vind het heel interessant om te zien hoe zij zeg maar ermee omgaat met alle hormonen en dingen. En ik vind het echt heel erg leuk om te zien. Zeker een duimpje omhoog voor Jessie Maya. De volgende ken ik niet, dat is Dominic Day. Het zal misschien wel heel dom zijn dat ik diegene niet ken. Maar ik ga even haar opzoeken en dan ga ik heel even met jullie kijken door het kanaal. En misschien als ik het zie dan denk ik ineens, oh, ik ga ervan uit dat dit het kanaal is. Denk ik. Even kijken. Wow, wel veel abonnees, bijna 1 miljoen. Oké, ik ga even een video kijken. Oké, en het kleine beetje wat ik heb gezien vind ik wel dat hij heel erg enthousiast is. Dat vind ik heel erg leuk om te zien. Maar ik denk niet dat het iemand is die ik zou volgen. Want het is niet echt, I don't know, het is niet echt iets wat ik zou volgen. De volgende is Anna Nushin. En voor de mensen die mij goed kennen weten dat Anna Nushin echt een van mijn grootste voorbeelden is. Ik vind haar echt literally gewoon helemaal fantastisch. Ik vind het zo cool wat ze allemaal doet en wat ze allemaal bereikt gewoon. Ik vind het echt super nice. Zeker een duimpje omhoog voor Anna Nushin. Dan Manon en Pauline Teelstra. Ik volg hen allebei. Allebei zijn ze trouwens ook zwanger van een meisje. Ik was helemaal blij. Ik vond het echt helemaal leuk. Helemaal excited. En ik vind Manon haar video's wel leuker. Moet ik zeggen, dan Pauline video's. Ik weet niet waarom, maar ik volg Manon gewoon al langer. En ook op Femme volgde ik haar. En op dat soort dingen volgde ik haar. Dus misschien daarom. Maar ik vind allebei mijn video's echt heel erg leuk. Dus voor allebei een duimpje omhoog. De volgende is PewDiePie. En iedereen moet hem kennen, grootste YouTuber. Iedereen moet hem gewoon kennen. Ik heb ook hem een tijdje gevolgd. Niet heel erg lang. Het zijn ook daardoor niet de type video's wat ik kijk. Dus daarvoor wel, ja, niet per se een duimpje omlaag. Maar gewoon een beetje zo. Het is gewoon niet per se mijn smaak. Het is gewoon, het gaat. Het is leuk voor de mensen die hem volgen. Maar ik vind het niet per se de leukste video's. De volgende is Lulu. En ik heb Lulu heel lang gevolgd. Ik volg haar trouwens nog steeds en ze gaat ook internationaal. En dat vind ik echt heel, heel erg stoer van haar. Want ik heb het ook een keer geprobeerd om internationaal te gaan. Maar ik vind Engels praten, ik vind het heel erg leuk. Maar Engels praten vind ik best wel moeilijk. En ik vind het heel dapper van haar dat ze dat doet. En wat ik van haar video's vind is vaak wel leuk. Ze is heel erg enthousiast, ze is heel erg lief tegen kijkers. En als ze video's opneemt met andere mensen is het ook altijd heel erg leuk. Ja, het is wel een leuk YouTuber. Beautiness. Oké, voor de mensen die mij volgen weten dat ik Beautiness heel lang gevolgd heb vroeger. Maar nu ik wel zelf wat ouder ben, volg ik haar niet echt meer. De video's zijn nog wel leuk, maar ja, ik weet niet. Het zijn niet echt meer mijn type video's, zeg maar. Ik vind het niet... Het is echt heel, voor heel veel mensen heel erg leuk, maar het zijn niet per se mijn type video's. Volgens Monica Geuze. En dan moet ik eerlijk toegeven dat ik haar niet volg. Zij vlogt en ik vind vlogs niet leuk. Zoals je net al hoorde waarschijnlijk vind ik vlogs dus niet leuk. Wat kan ik erover zeggen als het een gast is bij dingen. En dat is bij Concentrate vind ik haar echt heel leuk. Ze is een hele mooie vrouw en ja, duimpje omhoog voor Monica Geuze.
De laatste alweer is Sophie Oesri. Sophie Oesri heb ik pas echt een tijdje geleden pas echt ontdekt, zeg maar, om maar zo te zeggen. Ik vind haar echt heel grappig, want ik weet niet of je de video kent, maar met rapper Shores, ik heb me daar dood om gelachen. Het is echt een geniaal video. Als je die niet kent, ga hem zeker even checken. Het is echt een hele leuke video. En daardoor kom ik op haar kanaal. En nu ben ik ook geabonneerd op haar kanaal en alles en ik volg haar video's. En ja, ik wilde ook naar haar meeting laatst, maar dat is helaas niet voor mij niet doorgegaan. Ik vond het, ja, ik vind haar een hele leuke YouTuber, dus duimpje omhoog. Dat was alweer de video voor vandaag, waar ik jullie hulp dus alweer bij nodig heb. Dus wil jij volgende keer ook in mijn video met als ik iets nodig heb van jullie? Laat het dan vooral eventjes weten hieronder. En volg me zeker op Insta, want zo kan je op de hoogte blijven van als ik dus jullie hulp nodig heb. Beantwoord hier ergens, links of rechts, ergens in beeld, de poll die ik heb neergezet over wat jullie van mijn kanaal vinden. En dan mogen jullie helemaal eerlijk in zijn. Jullie mogen het ook hieronder achterlaten in de comments. Als jullie deze video leuk vonden, geef vooral een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je dit kanaal leuk vindt. Dan hoop ik jullie volgende keer snel weer te zien. Doei doei!